Een kop koffie in het zonnetje op straat leverde Trini Reuzen vorig jaar een boete van €240 op. Via Facebook is ze nu op zoek naar juridische bijstand, want ze is vastbesloten om voor de rechter haar gelijk te halen. Wat is er precies gebeurd? Ik woon hier achter in de Tolhuisstraat op een kamertje met een klein klapraampje. Heel klein kamertje, hartstikke warm. Vorig jaar nam ik het initiatief om een klein tafeltje te kopen en 3 stoelen buiten te zetten en daar mijn kopje koffie te drinken. Vooral als het echt warm weer was. En ruim 3 maanden is dat helemaal goed gegaan. Politie kwam voorbij, handhaving kwam voorbij, er werd gezwaaid, er werd gegroet. We hadden ons bakje koffie voor ons staan, geen sterke drank, een asbak voor de peuken. We deden geen vlieg kwaad en het was hartstikke gezellig. En op een gegeven moment, zaterdagsmiddags, loop ik even naar de markt. Mijn buurvrouw en mijn buurmeisje zaten buiten op mijn plekje. En ik ging even naar de markt en ik kwam terug. En wie stond daar? Handhaving. En die kwam mij even vertellen dat ik de hele boel op moest ruimen. Dat ik daar niet mocht zitten. Het is, zoals jullie kunnen zien, is het promenade. De weg is breed genoeg en 's middags mag daar geen verkeer komen, alleen aanwonend verkeer. Ik zei die beste man dat ik absoluut niet op ging ruimen. Dat ik dat al een maand of 3 deed, dus dat ik de boel gewoon liet staan. Waarop die beste man mij vertelde dat hij mij een bon zou uit gaan schrijven als ik niet op zou ruimen. Ik werd helemaal pistof. Ik heb ook dingen gezegd die ik misschien niet had mogen zeggen, maar ik had zoiets, ik doe hier niemand kwaad en de gemeente wil juist dat de mensen meer sociale contacten hebben. Dit was er één van. En dus na veel wikken en wegen en toch wel de nodige harde woorden, heb ik besloten om toch te zeggen van nou weet je, ik ruim de boel op, maar je bent met mij nog niet klaar. Ik ben opgestaan, ik heb samen met mijn buurvrouw en mijn buurmeisje heb ik de spullen opgeruimd. Pakte ik op om op te ruimen. Ik was zo pissed off dat ik de uitspraak gedaan heb. Je moet hier tegenwoordig buitenlander zijn in je eigen land. Dat is mijn mening en mijn mening mag gezegd worden, vind ik. En daarop zei die beste man tegen mij dat ik een bon zou krijgen voor belediging van ambtenaar in functie. Voor mijn gevoel heb ik op dat moment die meneer helemaal niet beledigd. En hij zou dus die bon uitschrijven voor belediging van ambtenaar. Later krijg ik de bon in de handen gedrukt. En wat staat daarop? Dat ik mijn spullen niet op wilde ruimen. Op dat moment was ik dus echt wel bezig om ze op te ruimen. En ga dus niet akkoord met wat er gebeurd is. En nu moet ik 21 juni moet ik voor de rechtbank verschijnen. En wat staat er dan te gebeuren? Als het goed gaat, hoop ik dat ik vrijgescholden krijg van de rechter. Want nogmaals, ik heb niet het idee dat ik met dit iemand kwaad. Ik heb 50 handtekeningen van de wijk, van de buurt hier ingezameld. En ik heb foto's gemaakt dat er verderop scooters en fietsers geparkeerd stonden. En daar wordt niks mee gedaan. Nu is het zelfs zo dat de bloembakken staan. Heel mooi. Wordt ook niks mee gedaan. Dan denk ik van, wat heb ik dan fout gedaan? Dus het is nu 21 juni afwachten wat de rechter mij gaat zeggen. En of ik inderdaad schuldig word bevonden. En €240 boete moet gaan betalen. Haar oproep op Facebook bleef niet onopgemerkt. Ruim 1000 mensen deelden het bericht of reageerden erop. Het bracht Reuzen dan ook waarop ze hoopte. Een meisje uit Nijmegen wil haar nu graag helpen. Zij is net afgestudeerd en kan zo wat ervaring opdoen, zo liet Reuzen weten.